Vandaag een antwoord op de vraag van Lonneke. Lonneke was onlangs bij haar vriendin en op een gegeven moment nam haar vriendin een aantal pilletjes in. Dit had Lonneke nog nooit gezien, dat haar vriendin een aantal pilletjes innam. Dus Lonneke vroeg, wat neem je daar voor pilletjes? Dit betroffen celzouten, zei haar vriendin. Deze celzouten zouden vele klachten kunnen verminderen. Hier had Lonneke nog nooit van gehoord, van celzouten en het slikken daarvan. En de vraag van Lonneke is, klopt het dat celzouten vele klachten kunnen helpen verminderen? En is het misschien dan ook wel verstandig voor mij om dergelijke zouten te gaan slikken? Lonneke. Laten we eerst eens bespreken wat celzouten, wat zouten überhaupt, wat dat zijn. Zouten zijn verbindingen tussen ionen. En die ionen zijn geladen deeltjes. Deeltjes met een plus of een minlading. En je hebt dan een plus en een min die aan elkaar verbonden zijn. Een ionverbinding is een zout. Een zout is dus een ionverbinding. Een verbinding tussen ionen, deeltjes met een lading, met een positieve en een negatieve lading. Anionen en kationen heten die. Zouten zijn vaak minerale zouten, want ze bevatten vaak mineralen. Mineralen die in opgeloste toestand ionen vormen, geladen deeltjes met een lading. Sommige mineralen hebben basische eigenschappen, andere mineralen hebben acidische eigenschappen en daardoor heb je ook basische zouten en zure zouten. Dus ze hebben ook invloed op de zuurtegraad. Sorry. Zouten. Dat zijn zouten. Celzouten zijn zouten, de zouten die aanwezig moeten zijn in jouw cellen om een optimaal, ideaal celmilieu te kunnen garanderen, te kunnen behouden. Overal in jouw lijf zijn vloeistoffen. Je hebt de vloeistof in je bloedbaan, je hebt extracellulaire vloeistof en je hebt intracellulaire vloeistof. En die zijn, kunnen ook van verschillende samenstelling zijn. Want het wordt allemaal gereguleerd. En dat kan omdat al die delen van jouw lichaam afgeschermd worden met barrières, genaamd celmembranen. Daardoor kan het celmilieu, het cytoplasma, kan anders van samenstelling zijn als het extracellulaire milieu. En jouw bloed kan ook weer van een andere samenstelling zijn. Dat wordt allemaal gereguleerd door moleculen aanwezig in jouw celmembranen. En de communicatie tussen verschillende cellen in jouw lijf, met behulp van signaalstoffen en dergelijke. Ja, heel ingewikkeld klinkt dat. Maar celzouten zijn dus zouten die een ideaal, optimaal cytoplasma, vloeistof binnen in jouw cellen, doet garanderen. En ideaal wil zeggen een optimale zuurtegraad, een lichtbasische zuurtegraad, ideale osmolariteit, hoeveelheid opgeloste stoffen. Enkel dan, wanneer het ideale celmilieu heerst, en een licht basis celmilieu heerst, en dat is dus afhankelijk van de aanwezigheid in goede verhoudingen van celzouten, dan kan de stofwisseling goed verlopen in jouw lijf, want de stofwisseling is afhankelijk van enzymen. En enzymen kunnen enkel goed werken bij een licht basis celmilieu. Nou ja, dat is dus afhankelijk van die celzouten. In onze voeding zitten celzouten, zitten mineralen, zouten. Die hoef je dus normaal gesproken niet via een pilletje binnen te krijgen. Alleen onze voeding is in de loop der jaren nogal verarmd in minerale zouten. En mineralen betreffen essentiële voedingsstoffen. Dat wil zeggen, je lichaam kan ze niet zelf vormen. Maar ze zijn wel heel noodzakelijk voor het behoud van de stofwisseling in je lijf. Daarom moet je die met je voeding binnen zien te krijgen. Maar omdat de voeding nogal verarmd is van dergelijke mineralen zouten, heerst er in menig lijf een tekort in mineralen, mineralen zouten,
celzouten. En mede daardoor lopen heel veel mensen met klachten rond. Want klachten is het, zijn het gevolg, het voortvloeisel uit processen die niet goed kunnen verlopen. Nou ja, en processen kunnen niet goed verlopen wanneer de enzymwerking in je cellen niet goed mogelijk is. En dat kan dus niet wanneer een slechte verhouding tussen celzouten zijn, tekorten in celzouten, tekorten in bepaalde mineralen. Want dan is er niet de aanwezigheid van een ideaal celmilieu, ideaal cytoplasma, optimale zuurtegraad, lichtbasische zuurtegraad. Betekent dat dat een ieder, zoals die vriendin van Lonneke, wanneer je de tekorten aanvult met uitgebalanceerde celzouten middels een tabletje, dat je dan kan verwachten dat je klachten verminderen? Nee. Want die celzouten, die worden wel celzouten genoemd, maar dat zijn pas celzouten wanneer ze in je cellen aanwezig zijn. Je slikt ze echter en dan belanden ze in jouw spijsverteringskanaal, in de vloeistoffen al daar. Waardoor het dus die ionverbindingen in opgeloste toestand met een lading worden. Deze zouten moeten vervolgens verschillende barrières doorkruisen om eenmaal weer in jouw cellen te kunnen geraken. En dan pas kunnen ze eventueel klachten helpen verminderen. Nou, die barrières, dat betreffen de celmembranen van je darmwandcellen, de celmembranen van de endotheelcellen, de cellen in jouw bloedvatwand en jouw celmembranen. Daar moeten die zouten dan nog wel eerst doorheen, nadat jij ze hebt geslikt, voordat ze in je cellen belanden en ze celzouten kunnen heten en dan ook hun functie kunnen verrichten. Dat allemaal is afhankelijk van een goede conditie van jouw celmembranen. Zouten, geladen deeltjes in opgeloste toestand, wateroplosbare deeltjes. Ja, jouw celmembranen bestaan uit fosfolipiden, is dus een vettige laag. Geladen deeltjes, de opname daarvan, dus het transport daarvan door jouw celmembraan, dat kan ten eerste al niet door die laag van vetten, maar je hebt allemaal eiwitten in jouw celmembranen, welke dat allemaal reguleren. Welke deeltjes, wateroplosbare deeltjes, wel jouw cellen in mogen en welke niet. En geladen deeltjes, die hebben ook invloed op de membraanspanning en dus op de zuurtegraad. Dus dat wordt allemaal gereguleerd met membraaneiwitten. In dit geval ionkanalen. Ionkanalen die reguleren of zouten, geladen deeltjes, ionen, of die opgenomen worden in jouw cellen. Dus het slikken van celzouten is nog helemaal niet gegarandeerd dat het in jouw cellen aanbelandt in die mooie verhoudingen. Want het moet eerst nog door die celmembranen van je darmwand en endotheelcellen en dan pas in jouw cellen. Dat wordt dus bepaald door ionkanalen die dan openstaan. En dat kan enkel wanneer er een goede conditie heerst van jouw celmembraan. De goede conditie van jouw celmembraan die heerst bij menigeen die met klachten kampt en om die reden celzouten slikt, heerst niet. Bijvoorbeeld al niet in hun darmen. De celmembranen van de darmen van menig een zijn in niet zulke verkeren, in niet zulke hele goede conditie. Vandaar ook dat heel veel mensen met prikkelbare darmen onder andere rondlopen. Dat maakt dat wanneer jij celzouten gaat slikken, Lonneke, ja, dat zijn wel mooie zouten die inderdaad in jouw cellen bij kunnen dragen aan klachtenvermindering. Maar wanneer jij zouten slikt en jouw voeding tekort schiet in essentiële voedingsstoffen. En niet alleen die mineralen, die zijn dus essentieel, maar ook vitamines. Er zijn 9 aminozuren die essentieel zijn en 2 vetzuren die essentieel zijn. Als jouw voeding daarin tekort schiet, dan zijn zeker vele celmembranen in jouw lijf niet in goede conditie. En kan dus niet de goede regulatie van dat transport van zouten met behulp van ionkanalen goed plaatsvinden. Je hebt niet voor niks die klachten. Dus jij zou je voeding moeten optimaliseren in essentiële voedingsstoffen. Wil je de opname van mineralen zouten door al die barrières heen in jouw cellen mogelijk kunnen maken? Dat als antwoord op je vraag. Het is dus niet vanzelfsprekend dat als jij zomaar een paar mineralen zouten, celzouten zou gaan slikken, dat jij dan een vermindering van je klachten hebt. Omdat die zouten zouden bijdragen aan een vermindering van jouw klachten. Nee, want het moet nog door allerlei barrières in. En dat is niet gegarandeerd. Vooral niet wanneer je voeding tekort schiet in essentiële voedingsstoffen. En dat is de voeding van menigeen tegenwoordig. Vooral mensen die met klachten kampen. Want klachten zijn daar een teken van voedingsstoffen tekorten. In jouw lijf onder andere.